Welkom bij deze presentatie over persoonsgerichte onderzoeken. Mijn naam is Mark Toongoor en ik ben de hoofdredacteur van AVTR. Zoals gezegd, gaan we het vandaag hebben over persoonsgerichte onderzoeken. En eigenlijk is dan de kernvraag om mee te beginnen: wat is een persoonsgericht onderzoek? Als je gaat kijken naar de definitie van een persoonsgericht onderzoek, zoals hoe het is opgenomen in de MBA-handreiking 11-12, is een persoonsgericht onderzoek een onderzoek naar het functioneren, handelen of nalaten van een persoon. En een persoon moet worden gezien in de breedste zin van het woord. Dus een rechtspersoon kan ook object zijn van een persoonsgericht onderzoek. En een rechtspersoon, dat kan bijvoorbeeld zijn een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap of elke andere willekeurige entiteit. Dat is de definitie van een persoonsgericht onderzoek volgens uh, MBA-handreiking 1112. Belangrijk ook om te vermelden is dat uh, de MBA-handreikingen die hebben in principe niet de status van uh, wetgeving... Dus dat betekent dat het met name best practice bepalingen zijn. En uh, in het verlengde daarvan belangrijk ook om te vermelden dat als een accountant een opdracht accepteert tot het verrichten van een persoonsgericht onderzoek, dat een dergelijke opdracht wordt gezien als een overige opdracht. In de zin van de NV Kos, de nadere voorschriften controle en overige standaarden. Um, wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat met betrekking tot uh, de toepassing van wet en regelgeving, dat er relatief weinig op de accountant van toepassing is, anders dan de fundamentele beginselen zoals opgenomen in de VGBA. Dus eigenlijk, als je ernaar kijkt, val je dus terug op uh, de vraag of er eventuele bedreigingen zijn ten aanzien van de fundamentele beginselen in de VGBA. Op het moment dat je een persoonsgericht onderzoek gaat uitvoeren, wat zijn dan de werkzaamheden die daarbij horen? Als je kijkt naar handreiking 1112, die heeft het over werkzaamheden die worden uitgevoerd met een verifierend karakter. Alleen wat is een verifierend karakter? Is verifiëren bijvoorbeeld hetzelfde als controle? Zijn verificatiewerkzaamheden hetzelfde als controlewerkzaamheden. Nou, volgens de handreiking is dat eigenlijk niet het geval. Alleen in de praktijk zal de accountant wel controletechnieken toepassen om de verificatiewerkzaamheden zoals hoe dat zeg maar, geformuleerd is door de NBA handreiking 1112 uit te kunnen voeren. Belangrijk is dat een persoonsgericht onderzoek geen assurance opdracht is. Alhoewel uh, de meningen daar langzamerhand in de praktijk over verdeeld zijn, omdat op het moment dat je een persoonsgericht onderzoek uitvoert en uh, je rapporteert, dan rapporteer je wel een, een, een uitslag die een assurance karakter heeft. He, dus dat betekent dat een opdrachtgever die steunt daarop en die gaat dan vervolgens bepaalde ja, andere beslissingen nemen. En uh, dat wordt ook wel nu in de uh, volksmond opdrachten ter ondersteuning van een standpunt genoemd. En een persoonsgericht onderzoek is een van de opdrachten die uh, men kan uitvoeren ter ondersteuning van een standpuntinname. Of als er sprake is van een geschil. Dus belangrijk is, uh, een persoonsgericht onderzoek is geen assurance-opdracht in principe. Alleen moet je als accountant goed erop bedacht zijn dat de wijze waarop je een dergelijk persoonsgericht onderzoek uitvoert, kan toch maken dat er eventueel wordt gesproken over assurance. Nou, welke regels zijn van toepassing op het moment dat je een persoonsgericht onderzoek uitvoert? We hebben het net al erover gehad. De VGBA is uh, in principe van toepassing. Is eigenlijk altijd van toepassing, maakt niet uit welke opdracht je uitvoert. Alleen het bijzondere bij een persoonsgericht onderzoek is dat er geen andere verplichte wet en regelgeving van toepassing is. Want wat we net al zeiden, een persoonsgericht onderzoek is een overige opdracht. Belangrijk is dus dat je in eerste instantie moet vaststellen dat bij het aangaan. Van de opdracht tot een persoonsgericht onderzoek. als mede bij het uitvoeren ervan. dat er geen bedreigingen zijn ten aanzien van de fundamentele beginselen. En uh, een belangrijke uh, beginsel die je in acht moet nemen. is het objectiviteitsbeginsel. En uh, je moet er dus voor waken. dat als je je onderzoek uitvoert en tegelijkertijd wanneer je rapporteert dat je altijd objectief blijft. Dan gaan we kijken naar uh, ja, best practice bepalingen eigenlijk. De handreiking van de MBA, handreiking 11-12, dat is de best practice bepaling op het gebied van persoonsgerichte onderzoeken. Um, die zal je als accountant in principe moeten hanteren. Ik zeg in principe omdat nogmaals het is geen dwingende regelgeving, alleen je krijgt wel een zogenaamde comply or explain uh, bepaling. Dus met andere woorden als jij het niet hebt toegepast dan moet je uitleggen waarom je het niet hebt toegepast. Dus de uh, best practice bepaling in uh, de MBA handreiking 11-12 is zeker een die je moet gebruiken. Dan hebben we uh, sinds kort, eigenlijk sinds een paar jaar, een andere handreiking, ook een best practice bepaling. En uh, dat is de handreiking die ziet op opdrachten ter ondersteuning van een standpuntinname. En dat is eigenlijk een, een wat breder begrip. En een persoonsgericht onderzoek kan daaronder vallen, maar ook andere opdrachten kunnen daaronder vallen. En wat belangrijk is, is dat je in ieder geval de aanwijzingen. In deze handreiking mede opvolgt bij het uitvoeren van een persoonsgericht onderzoek. Dus we hebben twee best practice bepalingen, twee handreikingen. 1112 wat specifiek ziet op persoonsgerichte onderzoeken. En we hebben uh, handreiking 1127 opdrachten ter ondersteuning van een standpuntinname waar een persoonsgericht onderzoek onder kan vallen. Dan. Hebben we uh, de jurisprudentie niet te vergeten? Uh, met name de uitspraken van de accountskamer op dit punt en de uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Wat dat betreft is het College van uh, Beroep voor het Bedrijfsleven wat meer ingebed in de materie op het gebied van persoonsgerichte onderzoeken dan de accountskamer zelf. En uh, belangrijk is dat ook zeg maar, de basisuitgangspunten van de jurisprudentie, dat je dat meeneemt. In je opzet van je persoonsgericht onderzoek. Waar moet je dan vooral op letten? Het CWB heeft het over een zogenaamde oneigenlijk persoonsgericht onderzoek. En uh, dat betekent dat als je bijvoorbeeld geen persoonsgericht onderzoek aanvankelijk hebt geaccepteerd als opdracht, maar bijvoorbeeld een ander soort onderzoeksopdracht, maar je merkt dat je onderzoek zich spitst één persoon, dan kan er toch nog sprake zijn van een persoonsgericht onderzoek, ondanks dat je dat niet beoogd hebt. En dat zie je eigenlijk als een, een, een rode draad in heel veel jurisprudentie terugkomen van het CBB en de accountskamer. En belangrijk ook om uh, te vermelden is dat het CBB onlangs ook heeft uitgesproken dat er een verzwaarde objectiviteitseis geldt. Als je een persoonsgericht onderzoek uitvoert. terwijl je weet dat er tegenstelde belangen kunnen zijn. Dus dat zijn absoluut aspecten om rekening mee te houden. Dan, hoe moet je je werk verrichten. op het moment dat je een persoonsgericht onderzoek uitvoert? De handreiking heeft het over interviews. Je zal waarschijnlijk dan de persoon of de entiteit waarna je een onderzoek verricht, gaan interviewen. Belangrijk is ook hoor en wederhoor. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld je bevindingen in concept hebt opgesteld, dat je de betreffende persoon in kwestie de gelegenheid geeft om uh, daarop te kunnen reageren. Op het moment dat je dat niet doet en je pleegt daarmee dan geen hoor en wederhoor, dan wordt dat over het algemeen, um, ja, het wordt de accountant zwaar, Aangerekend. Dan heb je het zogenaamde proportionaliteit- en uh, subsidiariteitsbeginsel. En uh, dat betekent dat uh, de accountant in principe gewoon goed ernaar moet kijken dat de informatie die hij verkrijgt, dat hij dat op de beste wijze doet. In ieder geval niet in die zin dat het belastend is voor de betreffende persoon in kwestie. Dus als hij die informatie op een manier kan verkrijgen waardoor het minder belastend is voor de betreffende persoon. Dan moet hij dat doen. Uh, fair play beginsel is daar ook een afgeleide van. Ik moet zeggen dat dat uh, elementen zijn die je uh, tegenkomt in het bestuursrecht. Ik weet niet in hoeverre dat daadwerkelijk echt van toepassing is. Op een accountant bij het verrichten van persoonsgerichte onderzoeken. Maar niettemin is dat wat wordt uh, bepaald in de best practice bepalingen. Waar moet je nog meer op letten? Uh, wat ik eigenlijk net al aangaf, de opdracht tot het verrichten van een persoonsgericht onderzoek is een opdracht ter ondersteuning van een standpuntinname. En het punt is, opdrachten ter ondersteuning van een standpuntinname hebben een zogenaamde hybride karakter. Dus het kan enerzijds een persoonsgericht onderzoek zijn, naarmate je bezig bent met het onderzoek merk je dat het mogelijk toch een assurance-opdracht is. Het kan aanvankelijk ook een andere opdracht zijn die je wellicht hebt aangenomen. Een uh, belangrijke is bijvoorbeeld een standaard 4400, um, dus agreed upon procedures in het Engels, een opdracht tot specifiek overeengekomen werkzaamheden, waar feitelijk um, alleen maar de feitelijke bevindingen mogen worden gepresenteerd. Maar als jouw 4400 opdracht. Zich specifiek richt op een persoon, dan kan er al sprake zijn van een oneigenlijk persoonsgericht onderzoek. Dus iets wat je aanvankelijk niet hebt beoogd, maar wat toch wel uiteindelijk blijkt uit de resultaten van het onderzoek. Dus belangrijk is om te beseffen dat een persoonsgericht onderzoek een opdracht is die een hybride karakter heeft en uh, dat moet bij de opdrachtaanvaarding goed worden onderkend. Dus weet welke opdracht je hebt geaccepteerd. Dat moet ook tijdens de uitvoering van de opdracht duidelijk blijven. Weet welke richting je opgaat op het moment dat je merkt dat de opdracht wellicht een assurance-karakter krijgt. En tot slot ook bij de rapportage. Let duidelijk op de bewoordingen. En. Uh, Zorg ervoor dat het dus niet een assurance element heeft op basis waarvan men kan zeggen dit is een assurance rapport. Dit was in het kort mijn presentatie in hoofdlijnen over hoe je een persoonsgericht onderzoek uh, moet uitvoeren. Ik bedank u voor uw aandacht en uh, voor verdere informatie, ook over vaktechnische aspecten, verwijs ik graag naar avtr online point NL.